Dankzij zijn vertrokken worden, we gaan kijken wie daar het beste weg is. Is het Kuipers die daar kan blokken naar Berens toe? En dan is die weg hoor. Dan is die helemaal weg. En dan gaan we kijken of die weer gaat springen natuurlijk op die grote dubbele. Zien we Berens buitenom binnendoor oppakken achterwiel. En dan heeft hij nu de ruimte en dan durft hij weer niet. En dan is het Kuipers die wel gaat. Ja, en dan is die weg hoor. En we hebben het gezegd hoor. Elke keer als er een finale is, moet je hem nooit vergeten. Maar kom Berens aan hoor. Wat een bocht heen. Zie hem even komen. Het is gewoon 10-7 in verhouding met de sneltrein van Kuipers. En we gaan kijken op hun achterwieletje. Ja, dan loopt hij helemaal weg hoor. Is het toch de sterkste van vandaag die hier gaat winnen hoor. Peter Berens voor Kuipers zou ik zeggen. Maar dan komt ook Van der Velden nog langs zij. Kuipers laat het een klein beetje lopen. En dan is het inderdaad de kampioen 16-30.